Welkom bij Van der Zaanders Kermis TV. En u hebt in ieder geval weer volop gemaild. Ik vind het altijd... Kom. Ja. Hoe lang heb je nou eigenlijk gewerkt gehad? Hoezo? Nee, gewoon. Hoeveel jaar of... 8 jaar doe ik dat nou. Dat is lang. Dat is lang, hè? Dat is heel lang. Ja, ik denk dat veel kijkers dat ook fan. Hoezo? Ja, dat lang is. 8 jaar. Dit is ook zeker. Een leuk onderwerp hier, dit. En ik vind het leuk om het met jou te doen. Of niet, Ferry? Wat zegt u? Ik zeg, ik vind het leuk om dat met jou te doen. Ik heb iets ontlezen, hè? Oké. Ik heb in ieder geval een mailtje binnengekregen van Nick Gniewijk. Die wil eigenlijk de opbouw zien. Dan ben je eigenlijk vrij aan de late kant. Nog 365 nachtjes slapen. En dan is het weer... Zien. Maar ja, afbreken, dan gaan ze nog doen. Dus, je hebt er ook een, hè? Nick, heb jij er ook een? Ja, deze van de meest, die kan heel goed dreunen. Oh. Hij heet Rick Dreuning. Ja. Ja, en hij wil jullie keien ten huwelijk vragen via de tv. Jamie. Hij wil Jamie ten huwelijk vragen, Rick. En dan komt hij een Limburgse vlaai brengen. Nou, moet je goed luisteren, Rick. Voordat wij dit gaan doen, breng je eerst die vlaai maar, want anders kunnen we hem nog fluiten. Ik ken dat voor het wel. Ik ga jullie Jamie echt niet vragen hier, Rick. Zo is het. Eerst die vlaai. Mijn vader niet. Nee. Even kijken. En hier ons mailtje van... Ons mam was vroeger achtergronddanseres bij Peter Smulders in een clip. Dit wil ze nog wel eens een keertje doen. Oh, ik weet het nummer van Peter Smulders wel. 06 ja? 84 95 78 85 7 6 1 2 3. Gewoon bellen, want ik denk dat Peter wel wat achtergrondversterking kan gebruiken. Denk of niet? Ik ook, ja. Ik reer nog een van jou. Voor men? Ja, binnengekomen. Voor jou. Net nu binnen. Geachte Ron, wanneer verdwijnt u met uw tokens van den buis? Ik vind het een grote bout, Harry op het hoog. Oh, Harry op het hoog, ja, die ken ik wel. Dat is nou een collega van mij, hè? Mm-hmm. Jij nou maar gelijk eigenlijk, hoezo? Hè? Er is een tijd van komen en er is een tijd van opzouten. Nou, ik doe deze nog met heel veel plezier. En ten eerste, ik had jou gevraagd om mee te doen. Ja, het gaat doen, eigenlijk en... ook om bij de kijkers veel plezier hebben. Ja, nou, hey. Aan en die mailtjes kijk, te zien vinden de kijkers dat nog steeds heel als erg ik leuk. Jaar in jaar uit naar dezelfde tabstand kijken. Helemaal niks kijken, mee te maken. Dan heb ik dat het een leuk gezien. Programma heeft dat bestaansrecht. Bestaansrecht? En dat heb ik opgebouwd. Dan moet je wel zelf eigenlijk ook je prestatie leveren. Van Boeschoten, doet hij het nou of niet? Ja, dat weet ik niet. Ook zullen vele artiesten van Nederlandstalige bodem hun opwachting maken. De Van der Zaanders, stop maar. Krijgen een error hier. Ja, de cassettekoppen zijn vuil, denk ik. Had jij je spiritus naar huis? Bier? Nee, wel bier. Ja, doe dat maar dan. Oh. Nou, dat doen wij toch ook. Ja, het is gewoon tof, je als je ziet waar ik al overheen ga. Ja, dat is mijn lijnbakjes hier aan de tafel hangen. Je en ik ga overal in. Die kunnen iets goed. En ja, je hebt mensen die kunnen eigenlijk goed, en niks. En mensen die kunnen en jij leest de gruitersbellen aan de binnenkant. Helemaal niks, nee. Ik ben altijd... Niks kunde. Dat kunde. Een dikke kop hebben, dat kunnen krijgen. Jij zet schoon. Jouw kop trekt volle zalen. Maar of Kees. Nee, jij zet schoon. Hier ga je nog van horen. Nee, let maar eens op, matje. Let helemaal niet op. Nee, je let denk me op. Denk dat binnenkort jij nou, wie je bent, hè? Nee, en ik hier gewoon ook. Op een oude vrouwenpotje gewoon lekker weer alleen staan zonder dat gezin veranderen. Die van de Zaanden, want ik ben eigenlijk spuugzat van jou. Jij moet maar eens goed opletten. Ik heb iets in voorbereiding. Ja? Jazeker. Ik ook. Oh. Dit was het kijkerspost.